De wet penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaring is gisteravond met algemene 28 stemmen goedgekeurd door de Nationale Assemblée. Behalve de coalitie hebben ook de aanwezige oppositieleden hun ondersteuning gegeven aan dit wetsvoorstel. De nieuwe wet komt in de plaats van de wet delinquentenzorg en legt vooral de nadruk op de resocialisatie van gedetineerden. Diverse assembleeleden, onder wie voorzitter Jennifer Geerling-Simons, vroegen aandacht voor de overbevolkte arrestantenverblijven. We voeren u terug naar de discussies die gevoerd zijn voor de stemming. Arrestantenverblijven, dat is ook al een issue die al 20 jaar hier in dit parlement iedere keer naar voren wordt gebracht. En nogmaals, ik ga het weer zeggen, arrestantenverblijven zijn voor iedereen. Als de politie u hiervoor denkt, mogen ze u opsluiten. En al is het voor een paar dagen zelf, dan bent u toch daar. Het is erg belangrijk dat die arrestantenverblijven juist goede kwaliteit zijn en correct zijn. Mensen moeten niet worden aangehouden, onschuldig worden vrijgelaten en daarna getraumatiseerd zijn voor de rest van hun leven. En ook dat heb ik meegemaakt met hele jonge mensen. Dus ik vraag dat de minister straks in zijn volgende antwoord ook daarop ingaat. En delinquente zorg houdt veel meer in dat je hem alleen maar voeding geeft, dat je hem alleen maar kleding geeft en een ligging. Je geeft hem ook die resocialisatie zoals genoemd is. En je zou hem specifiek en duidelijk in die wet moeten noemen. Waarom? Omdat er ook het stukje maatschappelijke zorg is dat wordt gegeven in de gevangenissen. En dat stukje mis ik in die wet. En ik zou dat specifiek noemen, omdat die maatschappelijke zorg ervoor moet zorgen dat die reclassering, waar we eigenlijk die gedetineerden klaar voor maken, want we maken hem klaar om zich weer te reclasseren in die maatschappij, dat wij dit terug zouden moeten zien in een nieuwe wetgeving. Ik wil het geachte lid Etnel erop wijzen dat in artikel 41 sociale verzorging aan de orde is. En we hebben bij het werkbezoek ook gemerkt dat er enorm veel werk wordt verzet door maatschappelijk werkers die dus in contact komen met de gedetineerden. Daarnaast weten we dat de geestelijke verzorging er is. Dus er is, denk ik, meer dan voeding alleen. Want als je kijkt naar met name het werk van Prison Fellowship, waar heel positief op gereageerd wordt door de leiding van de detentiecentra, dan denk ik dat er wel het een en ander gebeurt, maar het kan beter. Er schort veel bij de benadering van ouders naar kinderen. Het heeft een lange historie, meneer Breveld. Dus ik denk dat we dat moeten doen. En wanneer we praten over trainingen, dan adviseer ik om ook het ministerie van Arbeid en BISA te betrekken. Minister Stuart Getroux van Justitie en Politie zei dat een aantal zaken die de assembleeleden hebben voorgesteld al zijn aangepakt. De rest wordt binnen niet al te lange tijd gerealiseerd. Zijn er middelen voor de callblokkers en camera's vrijgemaakt? De middelen zijn reeds geallockeerd en de goedkeuring is reeds ontvangen. De camera's zijn onderdeel van het Safe City project. Waarom worden niet gebruikte ruimtes in CPI niet gebruikt voor de psychisch gestoorde gedetineerden? We treffen daar nu voorbereidingen voor een psychiatrisch kliniek voor de gedetineerden. Er was een interruptie van het lid Abdul met de vraag wat is het resultaat van de analyse van de statistieken. Tonen de cijfers een toename of afname van criminaliteit? Het antwoord is er is tot nog toe een lichte afname. En ik kom hierop terug bij een andere gelegenheid mee geboden. Welke groep criminelen de daad opnieuw plegen? Dan hebben we het over recidieven. Zal er daarmee ook rekening gehouden worden in het nieuw resocialisatieplan? De meest voorkomende gevallen hebben betrekking op recidivisten die zich schuldig maken aan diefstal. En net wat ik zei in het eerdere, het huidige plan wordt gereviseerd. De bijstellingen zullen plaatsvinden op basis van de tijdsgeest, om het zo te noemen. Dat was de minister van Justitie en Politie, Stuart Getroux, gisteren tijdens de behandeling van de wet penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaring. De wet is goedgekeurd met algemene 28 stemmen.